Welkom iedereen weer in de aflevering van Kingdom Hearts 3. Nando, op hoeveel fights zitten wij nu? Technisch gezien hebben we er 2 gehad. Maar als je het qua... personen. Per psycho... 5. 5, oké. Dus 5 van de 13. Mhm. Want we hebben 13 mensen nodig om... Je hebt die 13 fights nodig, anders wordt het niet meegerekend als een... dat de Keyblade niet wordt gemaakt. Volledig mee eens? Ja. Oké. Eens. Kijk, degene... Nu komt de punt. Ja, nou, degene van vandaag... Zijn er maar 2, met een beetje een raar iets. Wat gewoon... ding van vandaag gaat helemaal gerewritten moeten zijn. Je weet welke ik bedoel. Ja, ik weet welke fight je bedoelt. Ah ja, ja, klopt. Ik weet nu waar je het over hebt. Dus, gedoe met Terra, toch? Ja. Want ze had maar 1 ding hoeven te doen. Had Lingering Will erin gelaten. Mm-hmm. Had Lingering Will of mee laten doen aan de fight. Of, zoals Silke Skyward zei. Laat Terra Xehanort de helm van de Lingering Will kapot maken. Ja. Gewoon iets van... Oké, dat is met Lingering Will gebeurd. Ik hoopte niet dat jij de motor hoorde. Nee. Oké. Was weer iemand leuk bezig. Kijk, met een motor is hartstikke mooi. Maar weet je wat ik heel vervelend vind aan mensen die aan de motor zitten? Dat is gas. Roem. Ja, dat. Nou ja, dat doen ze ook bij mij in de straat. Echt heel irritant. Zo van, oké, ik vind het prima als je een beetje wil gaan ego trippen, maar alsjeblieft. Doe normaal. Oké, ik snap het. Net zoals met je quad rijdt, een quad wil je ook mooi ophalen. Maar het is wel zo van, Kan dat niet op de snelweg, weet je, waar niemand last van je hebt? Nee, of een parkeerplaats. Was het bij jou voor je huis of was het op een parkeerplaats? Nee, het was letterlijk hiernaast. Duidelijk. Wat? Oh ja, ik koop even wat ethers. Altijd handig. Want er is gewoon een openstaande parkeerplaats nog geen 100 meter. Nee, dat is niet waar. 400-500 meter hier vandaan. En dat is gewoon zo'n kleine, dat is gewoon zo'n kleine parkeerplaats waar 5-6 vrachtwagens naast elkaar kunnen staan en dan heb je nog ruimte zat. Ja. Maar die is puur eigenlijk omdat dat ook industriegebied is. En je weet het, vrachtwagens vinden het niet fijn om aan de snelweg te parkeren en daar te slapen. Dus liever slapen ze ergens op een industrieterrein. Oh, ik zou liever in een bed slapen dan in je eigen vrachtwagen. Ja, maar dat kan niet altijd, hè? Nee, klopt. Als je bijvoorbeeld uit Polen bent en je moet naar Nederland om wat af te leveren of naar Engeland, ja. Ja, maar... Dik pech, jongen. Maar denk ook maar even na de tijd die je erover doet. Want dan moet je naar een hotel toe. Mm-hmm. Nou, hotelkosten worden niet vergoed. Kan ik je nu al beloven. True. Oh, deze is super easy om te doen. Ow. Zegt hij terwijl hij geraakt wordt. Ja, maar kijk dan. Ja, ik werd 1 keer geraakt en toen was ik er al. Nee, maar laten we even kijken. Ook pak je de goedkoopste hotel. Gemiddeld gezien ben je dan 80 euro kwijt voor nacht. Ja, en je bent wel een week, misschien een week onderweg, denk ik. Van Polen naar Nederland? Ja, nou, we pakken wel over Polen van Nederland. Dat is misschien wel de verste. Maar oké. 80 euro, nou vaak zit daar nog wel ontbijt bij in. Maar dan moet je wel eten. Mm-hmm. Ja. Dus dan ben je sowieso, ook al ben je alleen, ben je een goede 100 euro eigenlijk kwijt per dag. Mhm. Ja, dus als je dan zegt van oké, in plaats van dat ik in een hotel slaap, slaap ik gewoon in boven van mijn vrachtwagen. Dat scheelt ja, wel 80 wel euro. Ja, dat wel. Per dag. Of nacht. Ja. Ja, en dan moet je ook nog eens een hotel vinden. Waar je ook je vrachtwagen kan neerzetten. Want er zijn niet zo heel veel hotels vlak bij een snelweg. Nee, klopt. Dus over het algemeen slaapt ze gewoon boven in de cockpit. En het probleem is met de snelweg. Dat is toch best wel gevaarlijk als je daarnaast gaat slapen, hoor. Ja. Ja. Als je op zo'n parkeerplaats zit? Ja. Iedereen kan erbij, hè? Ja, deurtje op... Ja, oké, ze kunnen ruiten ingooien natuurlijk. Ja, en dan is de industrieterrein iets veiliger, want dat is meer afgelegen.
Ja, nee. Ja, dat vind ik ook wel een beetje zo van... Maar ik zou nooit van mijn leven vrachtwagenchauffeur willen worden. Nee, ik ook niet. Dat lijkt me echt niks. Wil je mijn mening horen over deze fight trouwens? Deze vind ik één na minste. Ik ga niet zeggen dat het slecht is. Maar ik kan me ook heel weinig herinneren van deze fight. Maar ja, dit is ook een van de weinige fights waar het ook echt 3 tegen 2 is nu. Ja. En volgens mij hebben ze allebei dezelfde theme ook. Ze hebben geen andere theme, dacht ik. Ja, oké. En ik ging eerst voor onze boy Vanitas. Ja. Dus ik weet ook niet helemaal zeker meer of hij nog een andere theme had. Hmm. Het zou best wel eens kunnen. Want hij had het ook toen ik met Aqua tegen moest. Ja. Ja, dit is gewoon heel erg irritant. Ja, maar je ziet ook niks. Ik vind altijd zo mooi van, oké, actiegames van, ja, nee, we maken het groot, we maken de kleuren anders. Ja, leuk, maar we moeten nog wel zien wat we aan het doen zijn. Mhm. Ja, ach ja. Nou, en dat was Vanitas. Ja. No joke, als ik hem moet vergelijken met andere Let's Plays, ben jij lager level dan de meeste? Merendeel zijn tussen de midden 40, begin 50. En zelfs met dat is het redelijk easy. Ja, het is gewoon te doen. Krak. En daar gaat zijn helm. Ja. Nou ja, niet zijn hele helm. Jammer. En... Oh, sorry, hij wist het natuurlijk nog niet. Dit is raar als je erover nadenkt. Ja, the piece of Ventus was taken away. And you're the piece Ventus needed. Ja, oké. Okay. Makes sense. So, dat maakt geen sens. Exactly. Aangezien dat is gebeurd voordat Vanitas werd gemaakt. Of nadat Vanitas was gemaakt. Ja, want Vanitas daarna... Maar kijk, dit is niet het verhaal van Sion. Bij Sion is het echt de herinneringen van Kairi aan Sora. Of Sora aan Kairi. Of Sora aan Kairi. Ja, en dan, dat is... Dan begrijp ik ook dat Sion na een tijdje lijkt op Sora. Hier snap ik het niet, want het gat wat je vult, stel nou als de cirkel van Ventus groen was, ja, en er is een onderdeel wat mist, en Sora vult het op met rood, dan is dat ontbrekende deel nog steeds groen. Ja. Dus, maar zelfs dan, weet je, dit slaat nergens op, want hij was volgens mij al gevormd voordat klopt, het stuk... Gefilmd. Kijk, hij had alleen niet het gezicht, hij had het masker al direct toen hij gemaakt was. Kijk, en Vanitas, ja, Vanitas is irredeemable. Puur en alleen maar omdat hij darkness is. Maar dat is ook zijn gimmick. Hij is de darkness van Ventus en Light. Ja. Dat is het ook. En zo is hij ook gevormd uiteindelijk. Hij kan niet, Vanitas kan je niet redeemen. Je kan niet zeggen van, hij was toch een good guy all along, of verkeerd, wat dan ook. Nee, het is een hele gimmick. Ja, en zo is hij ook gevormd uiteindelijk door Xehanort. Ja, dus... Nou ja, en dan gaat hij. Wel een leuke glimlach op het moment. Ja, maar het is ook van oké, best prima. Duidelijk. Ja, op het einde vond ik ook prima van hem. 6, ja? Ja, 6-0. Nou, nu is het Terra Xehanort. Ik vind het zo. Maar die heb ik ook al bijna neer. En dat was hem. En dit, opnieuw, dit moet de Keyblade Wolf voorstellen. Oh. Ik weet niet hoe de Kingdom Hearts 2 fights op het einde waren interessanter en moeilijker dan dit. Maar ja, ze hadden ook meer HP. Nee, je kon gebruik maken van verschillende Keyblades voor hun weaknesses. En magie natuurlijk. Alsnog. Ook. Hier hebben ze volgens mij niet eens een weakness, dacht ik. En alleen dit, de en, Noble, Heartless. En dit was de eerste leak van dit stuk wat ik heb gezien. Ah, ik heb geen leak gezien, gelukkig. Want, en ik ben hier heel blij om. Gewoon wat ze hiermee hebben gedaan. En ik ben zo van, oké, het maakt niet heel veel sens. I don't care. Ik vond dit prima. Want dit was gewoon... Oh ja, dit is van de trailer. Oh, ja. Zo bedoelde ik. Want dit was... Nee, echt de leak zelf, niet de spoiler, niet de trailer. Ah, oké. Leak zelf van een stuk. Want dit maakt op zich ook sens.
Ook al is het heel dom. Heb je het dan over de ketting of over... Ja, over wat er zo meteen komt. Oh zo. Ja, dat wel. Sinds wanneer kan je kettingen besturen? Nou, laat ik zo zeggen, waarschijnlijk zou Rick, zou Sora het ook wel kunnen doen. Ah. Dit vindt Terra Xehanort leuk. Ja. Nou, hij stopt er wel mee. Dus ja, luistert wel naar. Ik vind het ook zo mooi van, oké, we uit elkaar. Even naar boven. En ik vind ook zo mooi, these are our bonds. Wat voor band heb je met Sora? Ja, dat vind ik ook wel een goede vraag. Ja. I kept my promise. Nee. Oh. En... Dit is gaaf. Ja, dat dit dat, ineens verschijnt. Dat de Guardian oorspronkelijk Terra was, want het is een hart. Ja. Het hart van Terra zit daarin. Mhm. Het zit nog steeds... het zat eerst in het lichaam en toen is het in die Guardian gegaan. Ja. Dat heeft Terra Xehanort met zijn Keyblade gedaan. Klopt, dus dan is alleen wel de vraag van... Wat is dan de Ends of Secret of Darkness? Zijn Guardian. Misschien omdat het zo vers was dat het daarom nog erin zit, maar... I don't know. Ja. En de andere theorie is dat de Lingering Veil, omdat die dichtbij was, dat dit triggerde. Maar ja, had dan gewoon de Lingering Veil kapot gemaakt. Lingering wil een beetje van stof over Terra Xehanort heen en klaar. Nou ja, ik denk dat hij altijd al juist het hart van Terra had. Ja. Ook omdat je zeg maar bij Dreamed of Distance, dan, toen je Xehanort versloeg met Riku, dan keek hij nog een tijdje naar de Guardian. De Guardian, ja, die keek terug naar Riku. Ja, klopt. En dit stuk vind ik gewoon heel gaaf. Van, I will set this right. One day I will return to this land. Ja, ik weet niet. Dit vind ik gewoon een goede lijn. Want het is precies dezelfde lijn van Birth by Sleep. Ja. Ja, en nu is de tijd hier. Bam. Maar ja. Daarom denk ik ook, omdat dit gebeurt, weet je, dat Terra Xehanort niet in een vessel zat. Maar echt, nou ja, dat die Terra's lichaam als vessel... Ja, maar het is raar. Het is niet echt duidelijk. Want, Aqua, Ben. Ja, Terra Xehanort's hart was implant in Terra's recompleted body. Mhm. Dus ja, dan zou het zijn dat dit de oorspronkelijke Terra zou zijn geweest. Alleen, dan is het gewoon... Doe je ermee dat, omdat Xehanort terug is? Ja, dat Xehanort terug is, dat precies wat jij een paar parts geleden zei. Van, hey, de oude Xehanort kwam terug. En dan werd Terra ook weer teruggezet. Maar als dat zo waar is, had je naar mijn mening maar... Eén ding hoeft te doen. Eén cutscene toevoegen. Waarin Terra weer normaal werd. Maar Xehanort, net voordat Terra weer bij zinnen was. Weer... Dat hij weer een stuk van zijn hart erin zet. Nou ja, volgens mij is Xehanort teruggekomen als Terra Xehanort. En niet als gewoon Old Man Xehanort. Kan niet. Old Man Xehanort is het al. Nee, maar Old Man Xehanort is denk ik ook een vessel. Nee. Old Man Xehanort is geen vessel. No, Sora. I'm going to... Maar hoe... Nou ja, dat zie je pas later, maar... de groep die doet iets op hem. En dat kon alleen maar omdat het zo hard was of zo. Ja, het is raar. Nou ja, sowieso. Één ding zijn we het over eens. Het is heel vaag. Je gaat vessels en time travel combineren. Dat gaat mis. Yep. Maar ja, Sora got this. En dat gaan we in de volgende episode zien wat hij heeft. Laat eens.